En IEcare zit hier aan tafel. Koos Burgmeijer, welkom. U wordt genoemd door het bedrijf Molenaar. Dat is een enorm groot bedrijf. Dat kennen we allemaal als we langs Voorhout, langs het Soldaatje rijden. Klopt. Is Molenaar een uitzondering of zijn er al heel veel bedrijven in de Bollenstreek die er zo over denken, die er zo mee bezig zijn? Nou, ik denk dat je Molenaar kan zien als een goed voorbeeld. Er zijn natuurlijk veel meer bedrijven, met name in de agrarische sector, die heel goed op weg zijn met zonnepanelen, met energiebesparing. Maar Molenaar die is al jarenlang bezig met een ambitie om een bepaalde CO2-doelstelling te halen. En Molenaar heeft ook zijn best gedaan om te beginnen met energiebesparing, wat al eerder werd aangegeven vanavond. En pas aan het eind eigenlijk meer gaan denken aan duurzame energie. Dus eigenlijk moet je beginnen met energiebesparing. Laaghangend fruit werd genoemd, maar ook investeringen in ledverlichting, in energiezuinige motoren, hoogrendementketels op dit moment nog, in de toekomst misschien warmte uit de grond. Dat zijn dus nog behoorlijke stappen die ze moeten maken, want Molenaar zit pas op 35%. Ja, we zagen net een vol dak met zonnepanelen. Ja. Is die markt van zonnepanelen ook volop in ontwikkeling? Waren ze 10 jaar geleden peperduur en misschien nu de helft van de prijs of iets dergelijks? Ja, die markt is ontzettend in beweging. Je ziet ook dat alle installateurs het heel druk hebben. Als je nu een aanbesteding houdt voor zonnepanelen, en dat doen we voor alle projecten eigenlijk, dan moet je ook blij zijn als installateurs mee gaan doen met een offerte. Want ze hebben het gewoon veel te druk. Dus dat is een nadeel. Dus eigenlijk een te grote vraag. En de installateurs kunnen het eigenlijk niet aan. Oké, dat zegt wel vervelend genoeg. Ja. Stel een ondernemer die helemaal niet met het thema bezig is. En die krijgt u op de koffie. Wat is dan uw sterkste argument om die ondernemer mee te krijgen met dit verhaal? Nou ja, wij zeggen altijd laten we eerst uw energieverbruik in beeld brengen. Want wie weet is er 's nachts wel een enorme verspilling aan energie. Misschien staan er wel apparaten aan, misschien staan er wel verlichting aan, misschien staan de ketels wel aan, terwijl er niemand in het gebouw zit. Dus daar beginnen we mee. En dat is eigenlijk de start. Wij beginnen nooit met zonne-energie. We beginnen altijd juist met dat laaghangende fruit, om het maar weer te noemen. Ja. En dat is meestal een vrij makkelijke stap. De ondernemers worden wel gedwongen op dit moment om informatieplicht, om bij de overheid aan te geven wat ze van plan zijn of wat ze hebben gedaan aan energiebesparing. Dus dat is een soort, dat zien ze als een soort verplichting. Maar wij proberen dat ook uit te leggen als mogelijkheden. Want het zijn allemaal maatregelen die je in 5 jaar terugverdient. Maar denken die ondernemers dan in duurzaamheid of denken ze in geld? Ja, je moet natuurlijk, ondernemers denken natuurlijk in eerste instantie aan geld. Maar met name in de agrarische sector merk je ook dat duurzaamheid en CO2-besparing ook behoorlijk belangrijk is. Dus je ziet het ook aan Molenaar. Die hebben daadwerkelijk CO2-doelstellingen. Dus het gaat niet alleen maar om snel terugverdienen. Kijk, een zonnepaneel, zoals 2400 zonnepanelen zoals bij Molenaar, die verdien je in 7, 8 jaar terug. Dus dat is meer dan 5 jaar. En er zijn ook projecten waarbij je rond de 10 jaar uitkomt. Maar toch wordt het uitgevoerd. Dus dat heeft wel te maken met duurzaamheidsdoelstellingen. Ja, dan kan ik me voorstellen, u zit bij een ondernemer aan tafel, die is een beetje terughoudend. En u probeert hem te overtuigen. Zijn er dan momenten dat u aan die ondernemer ziet van, hey, dit wordt interessant voor mijn bedrijf? Ja, uiteraard. Kijk, je ziet nog genoeg bedrijven die nog weinig gedaan hebben. Want er valt natuurlijk nog veel meer te doen hier in de Bollenstreek en in Rijnland. Er zijn nog genoeg bedrijven die nog niet precies weten waar de energie heen gaat in hun bedrijf. Er zijn nog steeds bedrijven die letterlijk. Die niet precies weten van, gaat het nou naar mijn verlichting, gaat het nou naar mijn pompen, gaat het naar mijn transportbanden. Er zijn ook nog bedrijven die nog geen ledverlichting hebben. Dus wat dat betreft zijn er allemaal mogelijkheden, ook voor ons, om ze te helpen dat te realiseren. En uiteraard zijn er ook nog heel veel daken leeg, dat werd al gezegd. We hebben afgelopen paar jaar ook in Teilingen onderzoek gedaan naar daken op industrieterreinen. En dan zie je dat er nog heel veel daken leeg zijn. Ja, en dat is wel lastig om die daken snel te vullen met zonnepanelen, want het dak moet geschikt zijn. Constructief. Het dak moet nieuwe dakbedekking hebben.
Want die zonnepanelen liggen 30 jaar op de dakbedekking. Er mogen geen gevaarlijke stoffen in het dak zitten. Het dak moet ook nog brandveilig zijn. Want wij merken ook bij zonnepanelen dat de verzekering een woordje mee gaat spreken. En die gaat eisen stellen aan de zonnepanelen. Dus het lijkt allemaal iets makkelijker dan dat het is. Oké, we hebben het over de laaghangend fruit gehad. Ja. Zijn er nu door de overheid, gemeentelijke overheid, rijksoverheid, allerlei steunmaatregelen waar ondernemers gebruik van kunnen maken, waar ze zich misschien niet bewust van zijn? Nou, je hebt landelijke subsidieregelingen voor de investering. Je hebt provinciale subsidieregelingen voor het onderzoek, waar we er al een aantal van gebruikt hebben. En de gemeenten ondersteunen vaak ook een stukje onderzoekskosten wat dan de ondernemer nog moet betalen. Dat is ook in Hillegom Lisse Teiling is dat gedaan. Oké. Dus de gemeentes ondersteunen juist ook een stukje onderzoek, zodat die bedrijven net het duwtje krijgen van, nou, dit is het rapport. U verdient een investering relatief snel terug. U kunt subsidie aanvragen bij de overheid voor de investering. Dus wat is dan nog de kansen genoeg? Precies. Waar wacht u nog op? Juist. Oké, duidelijk verhaal. Dank u wel. Nou, een van de voorbeelden was dat van wat de mogelijkheden zijn voor bedrijven. En andere bedrijven kunnen u daar weer in adviseren. Dan spreek ik even direct de bedrijven aan. Dit is een uitzending van de Greenport Duin en Bollenstreek. Dat is natuurlijk ook een zelfstandige organisatie die af en toe een eigen nieuws ook willen delen. En daarom kunnen we nu kijken naar de bestuursvoorzitter. Kees van Zwet, bestuursvoorzitter van de Greenport Duin en Bollenstreek. Hoe moet het Duin en Bollenstreek er volgens Greenport uit gaan zien in de toekomst? Het gebied moet hetzelfde blijven als wat het nu is. In zoverre, we moeten wel de economische dynamiek handhaven. Maar het is vooral belangrijk dat we met elkaar ervoor zorgen dat de openheid van het gebied, wat een van de dragers van het woon- en leefklimaat is, ook in de toekomst geborgd wordt. Daarbij weten we met elkaar dat de agrarische sector bepalend is voor de beeldvorming van dit gebied. En ik denk dat we daar dus ook met elkaar al onze schouders op moeten zetten om dit ook voor de toekomst te borgen. En hoe doe je dat, concreet gezien? Nou, je zal moeten kijken met ervoor zorgen dat de sector als zodanig gezond is, toekomstgericht blijft en toekomstbestendig vooral. En wat is dat, gezond en toekomstbestendig? Nou, er moet in wezen voor de opvolging binnen de bedrijven moet ruimte zijn. We zullen ervoor moeten zorgen dat de bedrijfsomvang zodanig is tot die ook in de toekomst economisch rendabel te exploiteren is. En we zullen ook moeten kijken of er andere opbrengstige bronnen te realiseren zijn, zoals wellicht een deel van het toerisme, buiten het directe bollenseizoen. Wat is hiervoor nodig? Ik denk dat we in ieder geval daar de kennis voor moeten vergaren en het kenniscluster verder moeten ontwikkelen. Nou, dat hebben we hier al van oudsher gehad. Dat houdt in tot de samenwerking tussen de bedrijven en het onderwijs, maar ook de Universiteit Wageningen daarbij een belangrijke rol zal gaan vervullen. En je ziet daarbij op dit moment ontwikkelingen in de richting tot we steeds meer precisielandbouw krijgen. Nou, vanuit die precisielandbouw, waarbij met drones onderzoek gedaan wordt, of in ieder geval gezocht wordt naar ziekten in de velden, kan er op die manier wellicht ook met kleinere bedrijven nog wel degelijk een goede boterham in de toekomst te verdienen zijn voor de diverse ondernemers. Vanuit het kenniscluster zullen we ook de komende jaren ons vooral moeten inzetten op de verdere verduurzaming van de teelt voor zover die hier is. En ook de verdere verwerking daaromheen. Waarbij we natuurlijk ook wel zien dat op dit moment een heel deel van de handelsbedrijven ook volop bezig aan het inzetten is op energie-neutraliteit. Om daarmee er juist voor te zorgen dat er geen aanvullend beroep gedaan hoeft te worden op de energievoorziening. Wanneer kan dit gerealiseerd worden? Nou, ik denk voor de gewasbeschermingsmiddelen tot dat op niet al te lange termijn zal moeten gebeuren. En dat denk ik in een periode van 4 tot 5 jaar. Dat wordt ook vanuit de markt gevraagd. Daarnaast hebben we te maken met lange termijn doelstellingen. Dat is de energie-neutraliteit van het hele gebied. En daarvan hebben we op dit moment nog steeds als doelstelling om in 2040 energie-neutraal te zijn. En daar zal het ondernemerschap van de bedrijven vooral een rol spelen om dat zo snel mogelijk te realiseren. Waarom is dit zo belangrijk? Nou, dat zijn de maatschappelijke thema's van dit moment. In ieder geval merk je gewoon dat gewasbescherming voor de meeste consumenten een punt is van belang voor de afzet van de goederen. En energie-neutraliteit is wat we momenteel te maken hebben met regionale energiestrategie, waarbij de bedrijven ook hun rol en positie zullen moeten innemen.
Vet was dat, bestuursvoorzitter van de Greenport Duin en Bollenstreek. Voorzitter van een vernieuwd bestuur. Wilt u nu teruglezen, nog eens bladeren, informatie vergaren over dit onderwerp, over duurzaamheid en energie? De gemeentes in Holland-Rijnland verzameld hebben een speciale website. Wij zijn on. En ons spel je gewoon on.nl. De Greenport heeft als website greenportdb.nl en iicare.nl, vermoed ik, iicare.nl. Kunt u daar ook informatie verzamelen. Bent u geïnteresseerd in het verhaal van het cultuurhistorisch genootschap Duin en Bollenstreek? Die hebben ook een eigen website. Daar kunt u ook kijken van waar zij voor gaan. We hebben geprobeerd alle kanten te laten zien van duurzaamheid en energie in onze mooie streek. Bedankt voor uw aandacht. Graag tot de volgende keer.